Good morning, everybody. Welcome to the second decibel vlog. Yesterday was really good. I'm gonna have some breakfast and after that I'll do a full intro with what we're up to today, but I really need some food right now, so see you in a bit. Woohoo! Breakfast! Zij als een Peter, als een Peter. Ja, iedere beweging lijkt bij mij vandaag. Welcome to a new festival vlog. Today we're here at Decibel. I'm at the campsite right now. I was there yesterday as well. It was insane, both at the festival grounds and here at the campsite. Only 3 stages were open yesterday. Today there are 14 stages. So far it looked really good, but I'm curious what all the stages look like and I'm going to show you everything there is to see. But before we get into the lineup, I'd like to thank today's sponsor. They're actually sponsoring my whole weekend, TicketSwap. So TicketSwap is a safe way to discover and buy tickets to sold out events, concert, festivals, gigs and more. And if your plans change, you can easily resell your ticket to a real fan and make their day. So TicketSwap is available on Apple, Android and web. So check them out. I'm so grateful they're sponsoring me. So there is a lot of artists today. It's an insane lineup. As I said, 14 stages. Let's get into some of them. So today we got Bill X, we got Future Noise, we got Treasure, Anger Fist and Vital Force Ditter. We got E4, Shaminatus, Disturb, Encrypta, Sepha, Delete. We also got a Russian Heartbeat set on the campsite by Gecko. Very excited for that. It's going to be absolutely insane. Yesterday was an incredible adventure as usual, this morning as well. So yeah, if you're not Dutch, please turn on your subtitles. And I'll see you guys at Decibel. Thank you. Jongens, we zijn er weer. Dag 2. Hebben we er zin in? Ik wil mama. Same. Jongens, het terrein ziet er super tof uit. We hebben net alle stages bekeken. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat ze elk jaar meer aan de aankleding doen. En dat is heel goed om te zien. En we gaan zo feesten, maar ik heb heel erg honger. Dus we gaan eerst even eten. Honger! Honger! Pizza de flitsa. Lekker! Thank you.
draait toch? Ja, het zit wel toch. Gewoon lekker draaien. Ja. Het weer is iets minder, maar doe je eraan. Iedereen loopt terug naar de camping of naar een auto als ze naar huis gaan. We hebben morgen nog een dag, dus vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt, zodat je die niet mist. En vergeet niet de vlog van gisteren te kijken als je het nog niet gedaan hebt. Maar ik vond het vandaag echt een super toffe dag. Dit jaar vond ik de aankleding heel goed. Heb ik niet altijd gevonden bij deze bel, maar de stages zien er allemaal heel goed uit. Ze passen goed bij elkaar. Dus ja, ik denk dat het een hele grote vooruitgang is wat dat betreft. De stages zijn net iets anders neergezet. Het vloot gewoon allemaal net wat lekkerder dan normaal, moet ik zeggen. Dus dat is echt super tof.
Daarnaast heel veel setjes van genoten natuurlijk. Chamonix van genoten. Ik heb een heel stuk van Spit Noise versus System Overload gezien. Was super dik. DPF is altijd leuk. Dr. Peeple was ook leuk. Ik heb best wel veel bij die uptempo stage staan, maar de sfeer was daar echt super lekker. Ik moet zeggen, sowieso qua drukte was het echt perfect. Het was wel heel gezellig en zo, ook in de regen. Iedereen ging gewoon door, maar het was niet te druk. Dus heel erg top. Ik ga zo naar de camping. Ik ga denk ik heel even slapen, maar ik wil ook nog even op avontuur. Dus ja, we zien wel hoe het loopt. Voor nu, like en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie sowieso morgen. Oh, ik heb trouwens de endshow bij de Pushy Lounge stage gekeken. Er waren twee endshows. Ik was toevallig hier in de buurt, dus ik ben hierheen gelopen. En die was super dik. Dus ja, tot nu toe. Dat was alles. Het was een beetje zompig, een beetje krassig. Maar wat doe je eraan? Dus gewoon een sok aan. En door. Ik zie jullie straks. Like en abonneer. Bye.